klaagt de jury voor de tegenstanders. Er moet een boerkaverbod komen in Nederland. Wij zijn erop tegen. Onze tegenstanders vindt een boerka een probleem omdat het niet aansluit bij de Nederlandse cultuur. Ze kwamen met hun vrijheid van religie argument. Het zou niet passen in deze cultuur. Echter spreken ze zichzelf tegen. Als er vrijheid van religie is, vinden wij ook dat er een totale vrijheid in religie moet komen. En geen enkel deel van die religie mag worden verboden. Gaat u even zitten? Gaat u ook maar even zitten? Wij zijn tegen deze stelling en hebben drie argumenten. Als eerste het kiezerslokargument. Hoeveel boerka's zijn er nou in Nederland? En hoeveel problemen geven die? Nou, er zijn in Hoofddorp is er misschien één iemand die een probleem heeft met die boerka. En die vindt het intiem in die. Gaat u even zitten. Maar er zijn niet echte problemen. Ja. Mag ik u vragen waarop het baseert dat maar één iemand in Hoofddorp die boerka intimiderend vindt en de rest niet? Dat er maar heel weinig mensen zijn in Hoofddorp die een boerka dragen. En er zijn maar heel weinig mensen die met diegene in contact komen. Dat is even zitten. Verder hebben wij het uitzondering bevestigd de regelargument. Er zijn heel weinig boerka's in Nederland. En daarom is het juist zo opvallend. Het is opvallend en daarom is het juist veilig. Ik heb in mijn hele leven één keer iemand gezien met een boerka. En die vrouw die kreeg nog meer bekijks dan een koe met 5 poten, 8 oren en 3 ogen kreeg. Verder hebben we het opvallen is oké argument. Een boerka valt heel erg op. En daarom is het juist veilig. Ik zeg, verschillen is apart, geef ons een boerka.